Wie zijn de mannen achter de successen van Jilbert Adema's teams? Natuurlijk, Arjan Stoetinga, die op dit moment niet te pakken is en bijna alles wint wat hij winnen kan. Maar die wat stille jongen die knoeihard schaatsen kan en traint tot aan de grens en die Stoet vaak brengt. We hebben het hier over Christijn Groeneveld, die even weg was, maar weer is teruggekeerd bij Groen Oranje. Was is van publiciteit, maar indien nodig zijn woordje doet. Gisteren een heftig fietstochtje met windkracht 9 op het strand. Rick Smit, je vaste trainingspartner? Ja, hij komt bij mij in de buurt en we rijden altijd samen naar de wedstrijden toe. We trainen ook af en toe samen. En met schaatsen sowieso natuurlijk. En als het slecht weer is, even de duinen van Schorel opzoeken? Precies, en lekker uit de wind en prima trainingsomstandigheden. En leuk natuurlijk dat je een maatje bij je hebt. Ja, zeker. Dat maakt het natuurlijk extra gezellig in de training. Wordt alweer eens tijd dat er een Noord-Hollander op het podium komt te staan. Ja, zeker. Liever een overwinning natuurlijk. Dat is het allermooiste. Maar ik denk sowieso, Christijn, dat die altijd voor de overwinning rijdt. En voor mijzelf zou het wel mooi zijn om nu eens podiumplek te halen. Ja, absoluut. Jij rijdt in het Renault-team. Christijn in het BAM-team is iets sterker. Maar hoe zijn je kansen? Ja, het is in Alkmaar toch wel vaak wat slechter ijs. En dat slechtere ijs ligt me toch wel iets minder. Ik ben toch wel iets meer van de techniek en het flyeren. Maar hard getraind, dus waarom niet? Ik zou niet weten waarom niet. Maar ik zal maar uit zijn best doen in Alkmaar. Ook vroegen we Jillert om zijn rijders te typeren. Nou, beide zijn technisch heel begaafde rijders. Teamplayers en hebben beide een hele goede sprint in de benen. En dat zijn echt hun sterke punten. En het zwakke punt is dat ze moeten meer voor zichzelf opkomen. En meer ikken, dus in plaats van wij. Ja, van het zomer zagen we Christijn winnen in Halm. Maar op het ijs... Nou, hij won in Halm omdat hij verreweg de beste was. En niet omdat hij won omdat hij per se wilde winnen. Maar er was gewoon telkens nog iemand die ervoor reed en dan reed hij er maar naartoe. En daarom won hij die wedstrijd. Gewoon, en dat is op het ijs is dat ook zo. Je kan, als je niet de beste bent, kan je toch de wedstrijd winnen. En nou, dat deel, daar heeft Christijn, maar ook Rick bijvoorbeeld, die hebben moeite om gewoon vol voor zichzelf te gaan. Maar ze kunnen heel goed voor een team gaan.